Hallo. Nou, jij hebt een fax gestuurd aan Max, hè? Ja, dat klopt. Nou, en? Nou, dat gaat dus over mijn vriendin Judith. Ja. En die ken ik nu al 2 jaar. En 2 jaar lang krijg ik al te horen... Mark Overmars dit, Mark Overmars dat. Het is gewoon niet normaal meer. Het gaat allemaal over Mark Overmars. Ja. Ja? Daar is ze helemaal gek van. Ja. Au. Nou, dus was die wedstrijd Parma en Ajax, hè? Toen was hij ziek, ja. Toen was hij ziek. Nou, dus ze voelt ze al helemaal met hem mee. Alles wat hij doet, volgt ze. Oh. Alles voelt ze. Oh. Tenminste, zo zegt ze dat dan, hè? Oh. En dat vond ze erg dat hij niet meedeed? Ja, dat ziet ze lekker zijn lekkere kontje natuurlijk niet, hè? Oh, daar gaat het om. Ja, daar gaat het om. De kont van Overmars. Nou, dan natuurlijk het gezicht. Oh, nou, zijn gezicht ook. Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. In het begin vond ik het wel leuk. Dacht ik, nou, laten we lekker dromen. Maar, ja. Nu word ik er langzamerhand wel een beetje gestoord van. Je wordt er een beetje gek van? Ja. Goed. En nou wil jij dat Fax voor Max hier iets aan gaat doen? Dat kan graag. Wijk 42 moeten we hebben. Wijk 42. Daar woont ze. Maar hopen dat ze thuis is. We may love in the afternoon. Hier moet het zijn. After that we got married. Hallo? Hallo? Ik zoek Judith Verwind. Ja, dat ben ik. Ik heb een videoboodschap voor jou. Oh. Zou je die willen zien? Ja hoor. Ja? Ja, is goed. Ga je even met me mee ja, dan? Ja, is goed. Ja? Oké. Wie zou daar op kunnen staan? Ik zou het echt niet weten. Geen flauw idee. Je zou het wel willen weten natuurlijk, hè? Ja. Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Nou. Kijk, we zijn. Nou, dit is mijn. Dit is mijn caravan. Dit is mijn caravan. Nou, stap er maar in. Zo. Zo. Gaan we even zitten. Ja. Nou, je weet het echt niet, hè? Nee, ik weet het echt niet. Nou, zullen we dan maar gaan draaien? Ja, laten we dat maar doen. Nou, daar komt hij dan op. Let op. Nou, Judith Verwind. Ik kom regelmatig in Lelystad en daar heb ik familie wonen en die hebben het constant over jou. Die zeggen die Judith, dat is nou zo'n leuke meid. Dat is echt iets voor mij dus. Ja, ik denk nou laat die me lekker praten. Die kennen ze van me. Ja, dan was ik er vorige week weer en dan zegt ze het weer van nou, Mark, maak nou eens een afspraakje met Judith, want ik weet zeker dat het wel wat kan worden. Nou, toen begon ik toch een beetje te twijfelen. Ik denk, ik trek de stoute schoen aan en ik bel Harry Vermeegis of ze wat kunnen regelen voor me. Dus ja, via deze weg vraag ik of jij een keer gezellig met me uit eten wil. Ik hoop dat je het wil. Ja, uiteraard. Ja, zeker weten. Nou? Jeetje. Oh mijn god. Ja, hartstikke tof, ja. Lijkt me heel leuk. Ja? Ja, zeker weten. Ja, hartstikke gaaf. Jezus. Ja, ja, moet je zeggen, het is toch onbereikbaar iemand, hè? Nou, oké. Okay. Nou, laten we maar naar buiten gaan. Ja. Laten we maar naar buiten gaan. En maar een beetje bijkomen van de verrassing en zo, hè? Even een beetje uithijgen. Ja. Hé? Oh nee. Oh nee. Hey. En wat is je antwoord? Ja. Ja? Ja, uiteraard. Oh, leuk. Oh, hartstikke tof. My love. I'll never find the words, my love. To tell you how I feel, my love. Mere words. Could not explain.